Thijs, dankjewel dat we hier zijn. Ik wil je heel hartelijk feliciteren. Je hoort bij de beste vernieuwer van 2021. We zijn ook heel erg dankbaar dat je toch weer elk jaar een paar keer je steentje bijdraagt aan onze Academy. Maar NIMA is natuurlijk het Nederlands Instituut voor Marketing. Pricing is een van de vier P's van de marketingmix. Is de P van prijs in jouw ogen ondergewaardeerd? Of krijgt het voldoende aandacht? Ja, uiteraard is het ondergewaardeerd. Het zou raar zijn als ik dat niet zou vinden. In principe zou je zeggen, als je vier P's hebt, ja, dan is elke P 25% van het aantal pagina's in een marketingplan. Maar dat is helaas niet zo. Meestal is de P van prijs op een paragraafje beschreven. En meestal komen de marketeers ook niet verder dan de prijs is marktconform of de prijs moet betaalbaar zijn. Dat zijn eigenlijk meer de containerbegrippen die ze dan hebben over de prijs. Maar ik vind nooit iets van de prijspositionering is dat we 7% duurder zijn dan een concurrent. En dat is dan die concurrent. Dus er is nooit echt een prijsstrategie voorhanden in heel veel bedrijven. En dat zou mooi zijn als dat vaker voorkomt. Dat is één, dat vaak ontbreekt, zo'n prijsstrategie. En ook als je kijkt naar de leidinggevende in commerciële organisaties, dan heb je heel vaak een distributiemanager, een marketingcommunicatiemanager, een customer success manager. Dus voor allerlei domeinen in het commerciële veld zijn er leidinggevende, zijn er afdelingen. Maar een pricing manager, die is er lang niet altijd. Vaak is het bij finance belegd en dan is pricing een project. Dat loopt van 1 oktober tot 31 november om de indexatie op 1 januari uit te rekenen op basis van een cost-plus benadering. En ik denk dat het komt omdat veel marketeers veronderstellen dat de prijs door de markt wordt bepaald. Dat het een soort vast gegeven is waar je niet aan kan tornen. Dat het geen variabele is in het commerciële domein. En dat is het wel degelijk. Ja, en heeft dat dan ook een verband met misschien een slechts begrepen onderdeel van pricing? Zie jij daar ergens misschien een link? Wat over het algemeen onderbelicht is, zeg ik altijd, pricing is de zware analytische conceptuele kant, het modelleren, het voorspellen van hoe bepaalde veranderingen in de prijsstelling of in je aanbod, wat voor effect dat heeft op je verlies- en winstrekening. Dat is de ene kant. De andere kant is de zachte kant. Dat is de branding, de prijsperceptie, de psychologische prijsstelling, wat daar te halen valt. Dat is vaak wel bekend, maar die financieel-economische kant niet. Dus als ik op NIMA Masterclass praat over de driehoeksverhouding tussen ik verander een prijs, via de elasticiteit verandert het volume, via het volume veranderen de totale variabele kosten en veranderen dus de contributiemarge. Die drie eenheid goed doorzien en wat ook de effecten of wat de beperkingen zijn voor de te voeren prijsstrategie vanuit je kostenstructuur. Meestal ben ik daar 90% van de marketeers kwijt als we daar gaan rekenen. Terwijl dat essentieel is om te begrijpen als je kijkt naar het verdienvermogen van de onderneming en de contributiemarge en dus ook de continuïteit vanuit, nou ja, vanuit het bedrijf. Dat zijn de domeinen waar heel veel marketeers door het ijs zakken, omdat ze ook niet bekend zijn met die financieel-economische besturing als het gaat hoe een bedrijf aan zijn financiële middelen komt. Hoe je een balans moet lezen, hoe je een kaststroomoverzicht moet lezen, hoe je afschrijvingen moet boeken, wat COGS zijn, wat een OPEX is, wat een impairment test is. Dus die financiële besturing en het rekenen aan break-even analyses, dat is meestal het moeilijkste domein. En ik denk dat dat deel steviger moet. Alle termen en afkortingen die je noemt, daar herken ik me heel erg in, want ik ken ze niet. Ik weet ook niet altijd wat ze betekenen. Maar hoe kan ik nou daar eigenlijk morgen al een stap in maken? Een aantal simpele dingen. Dat is gewoon de goede pricingboeken lezen. Er zijn een aantal klassieke pricingboeken die worden gebruikt in de opleidingen. Ik wil je niet adviseren op het strand te lezen, ook niet in het vliegtuig. Dat zijn boeken waar je echt 3, 4 uur voor moet gaan zitten 's avonds, doorlezen en de volgende keer weer. En repeteren, et cetera. Dat kun je combineren met opleidingen. We hebben pricingcongressen. Daar komen soortgenoten zoals ik samen. Maar dat staat open voor iedereen. Dat doen we in Amerika, dat doen we ook in Europa. En er zijn nog pricingconferenties. In een commerciële setting waar heel veel goede verhalen worden gehouden. Dus dat is denk ik iets. Maar een stage bij finance is ook prima. Dus ik denk dat als je, nou ja, snuffelstages of
uitwisseling ligt een beetje aan de grootte van de ondernemer of dat kan. Dat als je in die financiële kolom mee gaat draaien, dat dat zeker helpt. Omdat je, als je de taal van de finance professional spreekt, dan krijg je ook eerder de verantwoordelijkheid voor de prijs. En op dit moment, 2 jaar geleden is een onderzoek gedaan, blijkbaar dat 21% van de marketingdirecteuren verantwoordelijkheid voor pricing management draagt. En dat is natuurlijk voor onze community wel schaamteloos laag. Ja, dat moeten we dus door bijscholing omhoog weten te krikken. Jij geeft al een aantal jaren deze klas bij Nima. Daar zijn wij heel erg blij mee. Waarom scoort die jouw klas zo goed, denk je? Want nou goed, je zit niet voor niets bij de Best of Nima. Heb jij een idee waar dat aan ligt? Ja, ik denk als je kijkt naar de wijze waarop die gegeven wordt, dat er 3 dingen zijn die daar bepalend zijn. Dus 1, dat is echt de combinatie tussen theorie en praktijk. Mm-hmm. Dus het is een goede theoretische academische basis, maar altijd gecombineerd met praktijkvoorbeelden. Mm-hmm. Omdat die theorie nooit klopt. De theoretische vraagcurve is heel anders dan een vraagcurve die je meet in marktonderzoek. Mm-hmm. En als je ze beide behandelt, dan zien de deelnemers de combinatie tussen die 2. Ik denk dat dat 1 is. 2, ik heb een broertje dood aan het uiteengaan in subgroepen. Mm-hmm. Dat betekent meestal dat je een uur zit te vervelen op de gang. En dat je een half uur de discussie voert over wie de presentatie geeft. Dus dat doe ik niet aan. Ik heb hele korte mini-cases. Dus er zit veel inhoud in waarin ik heel snel schakel. Yeah. En 3 is de interactiviteit. Dus iedereen krijgt de ruimte om, nou, niet zijn eigen case, maar om vragen te stellen. Mij het vuur aan de schenen te leggen. En dat maakt het dynamisch. Mm-hmm. En als ik eerlijk ben, mijn masterclass scoort denk ik goed, omdat de verwachting ook laag is. Mm-hmm. Dus je score is het resultaat gedeeld door de verwachting. En pricing is op voorhand door heel veel mensen wordt dat beoordeeld als extreem saai. Ja. Alsof we de hele dag kostencalculaties gaan maken en kostprijsberekeningen. En dan valt het dus reuze mee. Mm-hmm. En ik denk dat ik ook een beetje voordeel heb van de op voorhand lage verwachtingen. En ja, als het dan goed is, is het al hoog in de score, omdat het noemereffect meewerkt. Nou, ik vind het mooi hoe je een wiskundige berekening loslaat op je beoordelingen. Dat vind ik mooi. En dat spreekt misschien ook hoe jij in de masterclass zit. Hè? Ik bedoel, je maakt van best wel zware kost, maak je het heel opsprekend. We zitten hier voor de marketeers. Waar moet de marketing- en communicatieprofessional eigenlijk op de hoogte blijven van dit fenomeen pricing? Waarom? Mm-hmm. Ja, omdat ik denk dat de prijs te beïnvloeden is. En niet alleen de prijs, maar ook de kortingen. De manier waarop je onderhandelt met klanten. Mm-hmm. De waardecommunicatie, dus communicatie, maar ook value selling tools. Het gaat ook over je offering design. Dus hoe formuleer je of hoe maak je je waardepropositie. Mm-hmm. En het gaat ook over de prijsstructuur, de pricing metrics, de pricing fences, de controls. Dus mm-hmm. Hoe zorg je ervoor dat er geen misbruik wordt gemaakt van kortingen? Hoe zorg je ervoor dat klanten die een andere bereidheid tot betalen hebben, ook iets anders betalen? Ja. Dat soort basale dingen als segmenteren en die kortingsstructuur, de prijsstructuur, dat is essentieel onderdeel van je commerciële propositie. Mm-hmm. En dat kun je dus niet overlaten aan de financials, omdat het invloed heeft op je marketingmix, op je aantrekkelijkheid van je propositie. Mm-hmm. En die prijs is dus veel breder dan alleen de hoogte van de prijs. Ja. Maar dat raakt dus ook de waardesegmentatie en je propositie. Ja. Nou, dat moet je uit weten te breiden als marketeer, omdat het niet voor niks een marketingmix is. Het zit er niet voor niks in die 4 P's. Mm-hmm. We hebben het al een poosje nu over pricing, jouw expertise. Als je nou als expert naar dat vak pricing kijkt, zie jij iets wat in de toekomst een trend gaat worden, misschien al een trend is? Of... Mijn persoonlijke interesse, en ik denk ook wel dat de pricing community daar meer over na gaat denken, dat gaat over prijsdiscriminatie. Technologisch wordt dat steeds makkelijker. Mm-hmm. Wij laten zoveel data achter bij bedrijven. Ja. Er is zoveel data te koop. De data scientist, die komen in toenemende mate in de bedrijven. Dus wij kunnen veel beter jouw individuele willingness to pay of prijs bepalen. Mm-hmm. Dan heeft elk individu een andere prijs. Mm-hmm. En dat kan technisch. Als Facebook met Libra was doorgegaan en de partijen die de platformen beheren, de advertenties plaatsen, mm-hmm. die hebben ook inzicht in de transacties. Mm-hmm. Dan ontstaat daar een vrij giftig mengsel van inzicht in willingness to pay op individueel niveau. Mm-hmm. Die techniek, die maakt het mogelijk. Alleen de vraag is wat wij vanuit een soort community willen.
Want op het moment dat wij individuele prijzen krijgen, mm-hmm. verdwijnt het consumentensurplus. Ja. Dus het feit dat je wel eens een keer minder betaalt dan wat je wil betalen, wat je kan betalen. En dat consumentensurplus komt in de winstgevendheid van bedrijven terecht. De vraag is of we dat willen als samenleving. Mm-hmm. En het tweede is waar we in de prijsdiscriminatie onze grenzen stellen vanuit artikel 1 van de grondwet. Dat artikel 1 heeft een weerslag in de algemene wet, de gelijke behandeling, mm-hmm. van 1994 geloof ik. En daarin sluiten wij uit dat we mogen discrimineren op basis van geslacht, mm-hmm. ras, geloofsovertuiging, burgerlijke staat. Die dingen mogen niet, mm-hmm. maar op opleiding mag het nog wel. En wanneer ervaren wij nou oneerlijkheid in prijsdiscriminatie? Mm-hmm. Bij de kappers mag het niet. Man en vrouw discrimineren op basis van geslacht mag niet. En dat gebeurt wel, maar daar hebben vrouwen geen probleem mee, kappers geen probleem mee, de branchevereniging niet, en dat is buiten de wet. Mm-hmm. Maar promovendum discrimineert op opleidingsniveau, dat mag binnen de wet, en daar hebben klanten wel een probleem mee. Lage opgeleiden vinden dat oneerlijk, mm-hmm. omdat die niet de keuze hebben gehad van ga ik naar de universiteit of ga ik naar het mbo. En daar hebben we wel prijsdiscriminatie. Mm-hmm. Dus waar zit nou de oneerlijkheid? Zit dat in de bekendheid met het systeem? Dat je weet dat je meer betaalt als je zo boekt of als je daar koopt? Mm-hmm. Of heeft het met het type product te maken? Dat bij meer basale goederen als medicijnen vinden we het oneerlijk. Mm-hmm. Maar bij kaartjes voor de finale van Feyenoord vinden we het niet oneerlijk, omdat het een luxe goed is. Mm-hmm. Dus wat drijft nou die oneerlijkheid? Dat heeft met de wetgeving te maken, maar dat heeft dus ook met je merk te maken. Ik denk dat naar de toekomst toe daar een hele leuke maatschappelijke discussie over gaat plaatsvinden. Waar die grenzen liggen van die oneerlijkheid en dat we die grenzen gaan oprekken. En dat de regelgever gaat bepalen waar we die beperking moeten reguleren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de regeling die we recentelijk hebben over de van voorprijs. Van 120 voor 100, dat mag je niet zomaar meer noemen. Dan moet die prijs echt 30 dagen in de markt hebben gestaan. Nou, je ziet dat overheden daar gaan reguleren, wanneer wel, wanneer niet. Uitermate boeiend. Introducing chicken fries for $1.69 and chick fries. It's the same chicken fries you love, but for way more. Because girls like pink. What? $2.39 extra. Oh. Just because it comes in this cute new box. She's got eyelashes and a bow. I'm not gonna pay for that. You're not. No. I'm not gonna pay extra. I'm sorry. It's exactly the same thing. The same fries. Why are you charging me more? I ordered the same thing he did. I'll literally take them out of the box. Do you not like pink? I don't even want the fries anymore. Would you pay extra for a pink box? Don't have to get excited about it. Do I look excited? I don't give a f- about the fact that the box is pink. But when you go into the drugstore and you pay $2 more for your razor blades, do you say something then? No. We need to be able to tell people that I'm paying more, that we're paying more for the same product. And men and women should be paying the same price. It's stupid. True. Heel veel stof tot nadenken en ik denk dat het een heel mooi onderwerp is. En, we zijn ontzettend blij dat je onderdeel uitmaakt van de Nima Academy. Hartstikke bedankt. En we zien jou natuurlijk ontzettend graag bij de Best van Nima.